Ondertussen zijn er hier nog twee mannen aangeschoven aan tafel. Dag Patrick en dag Mano. Hallo. En jullie zijn de barbecue-vrienden van Dirk. Heb ik mij laten wijsmaken. Klopt? Wij kennen elkaar in principe vanuit de vleessector. Ah ja. Ja. Voilà, ja. Oké. Okay. Maar goed, ik zie daar van alles staan. Een grote trofee, een beker, zelfs een ei, een barbecue-ei. Vertel eens, wat hebben jullie allemaal gewonnen? Dus wij zijn dus het barbecue-team Barbecue Plus. Ja. Wij zijn nog een jong team. We zijn dus ongeveer 7-8 maanden geleden begonnen met het idee. Hij is vooral de bezieler van dit team, meneer Mano. En we hebben dus deelgenomen aan het Europese Belgisch kampioenschap in Torhout. Jongstleden, 26 augustus. En we zijn daar dus echt als een winnaar uitgekomen. Hè. Dus je ziet onze prijzen. Ja. Wij zijn dus Belgisch allround kampioen geworden van toch 32 teams. Er waren ook 14 landen aanwezig. Daar hebben we dus de eerste prijs Europees Spareribs weggekaapt. We hebben ook Spareribs, dus echt een prestige prijs, ja. Vind ik toch. Ja, en hoe gebeurt dat dan, zo'n wedstrijd? Is dat dan om het lekkerst of is dat om in het... Dankjewel, Dirk. Heb je dan een heel korte tijdslimiet om dat te klaar te maken? Wat zijn je krijgt 5 gerechten voorgelegd. Dus, je krijgt dus vis, vlees. We hebben de vlees kodalos, spareribs. Vis was platijs, geloof ik. En een hele kip kreeg. Een hele kip. Ja. En voor de rest zal ik hem eens uit, want hij is ook... En we kregen Jules de Strooper koekjes en dan moest een dessert mee maken. Ah ja. En dan moest je op zondag, ieder uur, moest je een gerechtje inleveren. Mm-hmm. En dan kijken ze naar de presentaties van het bord. En de jury bestaat uit een aantal mensen? Er waren 27 personen die in de jury zaten. En die moeten allemaal anoniem het bordje beoordelen. Ja. En zo moesten ze dus van 60 teams 5 bordjes beoordelen. Ja. Dus en jullie waren de beste in de spareribs? Europees beste. Ja. Ja. Okay. En Belgisch allround, dus bij ieder gerecht worden punten gegeven. En die punten worden bij elkaar opgeteld. Ja. En wij toen België de beste. Je zei zelf, Patrick, het is een hobbyclub, dus jullie zijn eigenlijk amateur. Ja, wij zijn amateurs, ja. Dus wij doen het niet voor ons beroep, hetgeen dat we daar gewonnen hebben. Maar we blijven dus amateurs, voorlopig dan toch. Ja. En hoe bereiden jullie je daar dan op voor, op zo'n wedstrijd? Heel veel oefenen. Ja, ja, echt. Heel veel eten. Heel veel proeven, inderdaad. Ik ben zo begonnen, ik ben een beetje gegroeid. Maar dus bijna elke week oefenen, dat geef ik toe. Dus ook creatief zijn, want we hebben dus ook gewonnen omdat we dus heel creatief waren met het vlees. Dat is heel belangrijk. En dus de presentatie natuurlijk van het bordje, zoals Dirk het doet. Dat moet er mooi uitzien. Ja, natuurlijk. Ja. Dat hoort er allemaal bij. Met Spareribs zijn we begonnen met een idee. Zijn we dan nadien afgestapt. Hè? Dat was zo. En hebben we dus een ander idee ontwikkeld. Dus iets nieuw. En daar zijn we dus goed in geslaagd. Hè? Ja. Ja. En Patrick, jij hebt zelfs een titel. Mr. Barbecue. Ongelooflijk, maar waar? Dus niemand gelooft het eigenlijk. Een knappe gast. Dat is niet te doen. Hè. En wat heb je daarvoor moeten doen? Speelde je looks, je charmante looks mee? Of heeft het daar niks mee te maken? Wel, ik heb het mij eigenlijk ook afgevraagd. En ik heb dan aan de jury dan ook gevraagd, nadien dan. Ik zeg, kijk, hoe kom je dan bij mij terecht? Hè? Ja, zegt hem, dat waren een 5-koppige jury in Torhout. Die hebben dus die 500 bakkers, want er zijn dus 500 barbecuebakkers aanwezig. Die hebben die dus allemaal bekeken en gevolgd. En hebben ze dan een paar mensen geselecteerd, 20-tal. Nadien bleven er 3 over, waaronder ik en een Deen en nog, denk ik, een Oostenrijker. En dan hebben ze die mensen geïnterviewd, dus ook mij. Hebben ze ook gevraagd van, wat vind jij van barbecue? Ik zeg, ja, dat is heel leuk met vrienden, heel plezant. Dat moet goed eten zijn, goed gezellig samen zijn, ambiance maken. En een goed gevoel hebben. Dat is heel belangrijk bij barbecue. Ja. Voilà. Iedereen moet een goed gevoel hebben. En als je dan nog lekker kunt eten, zoals bij Dirk, dan kan het niet meer stuk. En blijkbaar heb ik ook de juiste vragen beantwoord. En ook omdat ik ook een beetje vlot overkom, hebben we zo gezegd. Een beetje joviaal, vriendelijk. Ik denk dat mijn sterke punten zijn. Voilà. Maar knap. Hier zit gewoon een sympathieke Mr. Barbecue aan tafel. Voilà. Maar ondertussen staat er iets voor onze neus. Dirk, en dat mag niet koud worden. Dat mag eigenlijk niet koud worden, nee.